Jij hebt ooit eens gezegd van de verfgast heb jij verhaald voor naald en draad. Waarom die keuze? Dat is een mooie zin, hè? Nou, dat kwam tijdens mijn residentieperiode op de ateliers. En ik maak heel veel, maar om het uiteindelijk te versnellen werd de verf verruild voor textiele lappen die gewoon kleur hebben. En daardoor ik niet meer hoefde te wachten tot de verf droog was. Het was eigenlijk eerst een praktische keuze. Ja. Het is eigenlijk ontstaan met het woord confectieschilderij. Dat je meerdere werken kunt maken vanuit één origineel. Dus het origineel is uit elkaar gehaald, er is een knippertroon van gemaakt en dan kun je oneindig je eigen werk kopiëren daardoor. Dus het was een vraag, zeg maar, of massaproductie ook een unicum kan zijn. Ja. Maar ja, als je het zelf doet, dan zeker weten. Ja. Het heeft er ook mee te maken, zeg maar, dat je je eigen opdrachtgever bent. Ja. Je maakt zelf je plan en je bent ook de enigste uitvoerder en ook eigenlijk de enigste afnemer op dat moment. Een lange tijd aan werk begint en maakt, dan vind het ook mooie aan kunst, dat je achteraf kunt bekijken wat het dan is en wat het doet en wat het betekent tot de rest van wat je gemaakt hebt. Ja. Het is een doorlopend onderzoek, denk ik, wat ik doe. Dus ja, dat ik het heel belangrijk vind dat er iets gebeurt in de studio. Dat er niet, dat je daar aanwezig bent, vind ik belangrijk. En dan dat er ook gewoon gemaakt of gewerkt wordt. En wat dat dan is, of het die 100 truien zijn, 300 ooglapjes of 17 of 20 schilderijen die hetzelfde zijn. Ja. Dus je vindt het creëren, het proces en het creëren belangrijker als het eindresultaat? Zeker weten, ja. Het kwam eigenlijk uit de vraag van als je een kledingwinkel inloopt, je pakt 5 t-shirts van een witte versie, zeg maar, maat L allemaal. Als je goed gaat kijken, is er altijd een verschil in met steken. Dus ook al is het massa, productie, het is altijd een unicum. Ja. Ja. Fascinatie denk ik dat het is van alles, van leegstaande winkels tot massaproductie, Troostwijk, veilingsites, marktplaats, ik vind het allemaal, ik vind het fantastisch. Ja.